3, 2, 1. En zo ging de 5e editie van de Rapenburg Race zaterdagmiddag om 12 uur van start. De hele middag zwommen teams van het begin van de statige gracht, de 800 meter, naar de finishtrap in het water bij het Steenschuur. De bijna 700 deelnemers zwommen bijna 108.000 euro bij elkaar voor onderzoek naar de mogelijkheden om het leven voor mensen met een dwarslesie te verbeteren. En daarmee komt het doel van 120.000 euro in zicht. Doneren, dat kan nog steeds via rapenburgrace.nl. De Rapenburgrace wordt georganiseerd door Leidse studenten en ondersteund door alle Leidse studentenverenigingen. De teams gingen met tussenpozen het water in om opstoppingen te voorkomen. Onder de deelnemers ook verschillende mensen die zelf een dwarslesie hebben. Van die groep was de snelste, al ging het daar niet echt om, Terry Koper, die na 14 minuten binnenkwam op de finishtrap die tussen het Kamerling Onnesgebouw en het Van der Werfpark in het water lag. Van de gewone zwemmers kwam voorzitter Annetje Otto van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden als een van de eerste over de finish. Goedemiddag, welkom bij Windmolenpark Papenmeer. Dit is de technische ruimte, ik ga zo wat uitleg geven, kom binnen. Een kijkje nemen in een windmolen. Het kon zaterdag tijdens de Open Energiedag. Duurzame energieprojecten door heel Nederland zetten de deuren open voor het nieuwsgierig publiek. Zo ook de watergeuzen, de twee windmolens in Zoeterwoude langs de A4. Deze windturbines hebben wij als Rijnland Energie gekocht. Samen met meer dan 600 omwonenden die participaties konden kopen om dat te financieren. En het is vanuit onze filosofie ontzettend belangrijk dat windturbines in dit geval daardoor eigendom zijn van die participanten, dus zeg maar van omwonenden. Anders gaat de opbrengst het net in naar een groot bedrijf. En zeker bij windturbines die zo zichtbaar zijn en zo dichtbij de omgeving zijn, is het ook erg belangrijk dat je er dan ook voordeel van hebt. Na een korte wandeling door de Zoeterwoudse polder werden de bezoekers bij de windmolens ontvangen door de molenaar zelf. Nou ja, ik moet ze allereerst altijd teleurstellen, want iedereen wil omhoog. Die wil kijken hoe dat er boven uitziet. Dat zou ik zelf ook graag willen doen. Maar ja, veiligheidstechnisch mag dat niet. Er moeten allerlei certificeringen voor worden gehaald om daar te gaan kijken. Dus wat ik vertel is eigenlijk hoe hoog de molen is, wat voor techniek erin zit. Wat voor windsnelheden bereikt kunnen worden voordat die molen zichzelf uitschakelt. Er zitten allerlei sensoren en beveiligingen in die molen die ervoor zorgen dat het allemaal netjes draait en veilig draait. En zoveel mogelijk efficiënt opwekt. De bezoekers hebben ieder een eigen reden om langs te komen. Ik ben erg geïnteresseerd in techniek. En vandaar ook onder andere, ik heb de mogelijkheid om vandaag eens deze molens te gaan bekijken. En vandaar dat ik hier ook ben. Ik heb zelf zonnepanelen op het dak liggen, maar ja, een windmolen in de achtertuin, dat was het niet. Dus, en dit was een kans om van dichtbij te zien. Dichtbij kwamen de bezoekers zeker. Ze mochten zelfs een kijkje nemen in de windmolens. Het geeft dan een standaard beeld van een controlekamer van een technische installatie. Dat of nou een energiecentrale is, of een windmolen of een ander park. Ja, je hebt allemaal even wijzers, metertjes en knoppen. En ja, er staan dingetjes bij. Je kan zien dat die met deze wind soms wel iets opleveren en soms niet. Het is een indrukwekkende constructie, hoe het eruit ziet. En hoe lang deze techniek of deze molen kan blijven staan, weet ik ook niet. Gezien de ontwikkelingen, wat dus alleen maar grotere capaciteiten verwacht in opbrengst. Vorig jaar ontvingen de watergeuzen tijdens de Open Energiedag zo'n 1500 gasten. Verschillende straten in Leiderdorp hebben regelmatig te maken met de uitval van straatverlichting. Het is niet precies duidelijk sinds wanneer, maar het probleem speelt al enige tijd. Vorige week nog zat een groot deel van de Oranjewijk zonder straatverlichting. En ook op de drukke Persant Snoepweg, ter hoogte van de McDonald's en de Kentucky Fried Chicken, doet de straatverlichting het niet. Een woordvoerder van de gemeente Leiderdorp zegt in eerste instantie niets van storingen af te weten. Bij nader inzien blijkt dat de gemeente al 21 meldingen heeft binnengekregen dit jaar. 7 daarvan waren grote storingen die langer duurden.
Volgens de gemeente Leiderdorp moet de oorzaak worden gezocht bij graafwerkzaamheden. Die leiden soms tot storingen aan de stroomkabels. Dergelijke storingen kunnen ook maanden na de werkzaamheden nog optreden. De gemeente zei vorige week dat de storing ter hoogte van de rotondes bij de pannenkoekenboerderij verholpen zou zijn, maar een dag later bleek daar niets van waar. Het Stedelijk Gymnasium in Leiden viert dit jaar haar 700-jarig bestaan. Dit wordt dit jaar op meerdere momenten gevierd. Het hoogtepunt van het jaar was wel de reunie die zaterdag plaatsvond bij de locatie Athena. Stedelijk Gym bestaat 700 jaar. Dat is heel bijzonder natuurlijk. En dat vieren we vandaag met een grote reunie. Donderdag hebben we het feest voor de leerlingen georganiseerd en 750 ouders. En vandaag zijn er 2500 reunisten van, ja, onvoorstelbaar. Ik zie nu net een mevrouw hier langs gaan van 98 die er in 1943 heeft eindexamen gedaan en daarna lesgegeven. Tot de jongste die vorig jaar eindexamen heeft gedaan. Veel oudscholieren kwamen af op de reunie om oude vrienden weer te zien en nieuwe herinneringen te maken. Ik ben van 1976 en het is heel leuk om hier te zijn. Je ziet allemaal oude bekenden. En ook een heleboel mensen die je van elders kent, die ook hier op school gezeten hebben. Ja, het is wel heel leuk om hier weer terug te zijn. Het is nog niet heel lang geleden voor ons ook, nee, hoor. Nou, we hebben net een mooie foto gemaakt met het jaar 1989, waar ik eindexamen heb gedaan. En je komt hier binnenlopen en je valt van de ene geschiedenis in de andere, de historie. Je komt binnenlopen en je denkt dat je een jongetje van 12 bent. Het is heel leuk om mensen weer te zien. Het is ook heel leuk om docenten weer te zien. Docenten die in de armen vliegt, docenten die weer les geven. Ik was net bij een les waar we met z'n allen eerst een kwartier in de rij hebben gestaan om er überhaupt in te mogen. Daarna met z'n allen zijn aangeduwd in het lokaal. Ja, en de docenten zijn nog net zo leuk en net zo bevlogen als vroeger. Het leven na het Stedelijk Gymnasium heeft voor iedereen anders uitgepakt. Nou, eerst ben ik gaan studeren ergens in Groningen, ver weg. En uiteindelijk een gezin gesticht hier in Voorschoten. Ja, ik ben rechten gaan studeren en ik ben toen in het arbeidsrecht verder gegaan en uiteindelijk ook leraar geworden aan de Universiteit in Leiden. En ik ben een aantal jaren tegenwoordig bij de Raad van State werkzaam en geef advies over de wetgeving. Op de reunie lijken de oudscholieren even één grote familie te zijn. Het is gewoon een community. Men heeft zoveel voor elkaar over. Vindt alles leuk. Er worden lesjes gegeven vanmiddag. Lessen. En iedereen is daar razend enthousiast over. Dus de oud-docenten zijn er. En die willen heel graag weer hun oud-leerlingen zien. En de oud-leerlingen willen hun weer zien. Ik vind het heel bijzonder. En die familie zal de aankomende jaren alleen maar groter worden. Op een muur aan de Juffermansstraat in Oegstgeest is een nieuw kindvriendelijk gedicht van dorpsdichter Ronald da Costa aangebracht. Zijn kleindochter, Lieke da Costa, onthulde het bericht vrijdag officieel met een voordracht. In de regen, de zon, onder de sterren. Hoor mij zingen in de wind. Ga en zing jouw lied in de wind. Als student in 1977 heb ik een stukje verderop, een stukje terug, heb ik op kamers gezeten. En op de school hierachter heb ik lesgegeven. Het is natuurlijk heel bijzonder dat je bijna 50 jaar later hier staat met een muurgedicht. Er zijn vaak van die kale muren en daar lopen kinderen langs. Die spelen op de speelplaats. Ouders komen ze halen en er wonen ook ouderen. Ik wil een gedicht op zo'n muur hebben. Ja, wat iedereen kan herkennen. Dus of je nou oud bent of jong bent, of wie dan ook. Het moet herkenbaar zijn. Het moet niet moeilijk zijn. Ik hou niet van, überhaupt niet zo van moeilijke gedichten. Ik heb 8 dichtbundels geschreven. Maar ik vind dat mensen ze moeten kunnen herkennen. Ik vond het heel spannend. Maar ja, het was wel leuk om daar te staan voor opa. Wij hoorden wat het gedicht was. En we hebben wel even goed nagedacht van, vinden we het mooi? Vinden we het passend? Weet je wat, het moet wel kloppen, ook bij de mensen die er wonen. Maar wij waren er erg enthousiast over. We kennen de dichter ook. En we vonden het een mooi, echt passend gedicht. Dus wij waren enthousiast, ja. Even een beetje gas los. Eventjes wennen aan hoe breed je eigenlijk wel bent. Dus meer dan lijntjes opzoeken. En soms zelfs moeten we over die wegenverf. Ja, wegenverf mag je overheen. Alsjeblieft, muurverf niet. Tijdens de open dagen van busmaatschappij Arriva mag iedereen met een gewoon rijbewijs even ervaren hoe het is om op de bus te rijden.
De vervoerder hoopt op deze manier extra buschauffeurs te werven. En dat is hard nodig. Ja, we zien dat er een groot tekort is. Je ziet ook de nieuwsberichten breder, ook bij andere vervoerders. En dat geldt ook voor ons als Arriva. Enerzijds zie je dat we weer meer gaan rijden na de corona. En je ziet dat we te maken hebben met een heel aantal collega's die ouder worden en die ook met pensioen gaan. Dus we staan open voor een heleboel nieuwe, verschillende nieuwe collega's. En laat de gas maar eventjes los. En dan rijden we richting aan de rechts. Even gas los. We gaan maar een klein beetje over die plantjes heen. Ja, kijk, kom maar. Kijk. Voel je die stoep nu? Ja. Ja, je zit voor je uit te kijken. Je moet eigenlijk daar kijken dan, om die neus weg te sturen. Nou, dat valt nog niet mee. Maar het was dan ook pas de eerste les. Arriva is ervan overtuigd dat nieuwe chauffeurs binnen een paar maanden hun busrijbewijs halen. Je kunt ook aangeven hoeveel uur je wil werken, hè? Tussen 0 en 40 uur. Dus in welke vorm je het ook wilt combineren met mogelijk een andere baan, dat is heel goed mogelijk. En ook als je zegt van, ik wil liever in de avond, want dat past me beter met mijn gezin, of juist andersom. Dat is allemaal mogelijk. Het is een mooie baan. Nou, ik blijf journalist, maar het was wel leuk. Restaurant De Tuin van de Smit viel dinsdag in de prijzen. Op de prijsuitreiking van de Gaia Green Awards, de duurzaamheidsprijs voor de horeca, ging het Leidse restaurant naar huis met de publieksprijs en won het in de categorie plasticvrij. Ja, het was heel erg leuk. We gaan natuurlijk sowieso wel eens vaker naar zo'n beurs toe met het personeel, maar we waren met heel ons managementteam, dus de leidinggevende hier en de mensen van kantoor. Dus we hebben er een klein feestje van gemaakt. We gokten op 1 natuurlijk en als het er dan uiteindelijk 2 worden, dan is de waardering natuurlijk dubbel zo groot, zeg maar. De Gaia Green Awards worden uitgereikt aan horecalocaties die het afgelopen jaar stappen hebben genomen om hun organisatie te verduurzamen. En dat is precies waar de Tuin van de Smit zich hard voor maakt. We vergaderen hier 1 keer per maand met onze leidinggevend. Dus ergens in de vergadering komt altijd het punt voorbij. Op wat voor manier kunnen we nog duurzamer werken? Ik vind dat namelijk iets wat eigenlijk bij iedereen op de agenda zou moeten staan. Maar hier in het bedrijf hebben we dat soort punten wel. Dus er komt altijd wel wat bij en soms valt er wat af, want dat heeft niet het goede effect. Maar op zo'n manier zijn we eigenlijk 10 jaar geleden hier begonnen. Het is een prachtige omgeving. Laten we zo zuinig mogelijk ermee zijn. Hoe kunnen we dat doen? En van daaruit hebben we keuzes gemaakt. De winst van zowel de categorie plasticvrij als de publieksprijs is voor het team achter de Tuin van de Smit een reden om zo door te gaan. Betekent voor ons dat we een trouwe publiek hebben. Een schare gasten en klanten die waarderen wat we doen, zeg maar. En dat merken we hier natuurlijk elke dag. En het betekent dat we op de goede weg zijn. En ik zou bijna zeggen tegen collega-ondernemers, niet alleen in de horeca, maar van alsjeblieft, doe mee, weet je. Ik ben een oude man. Als ik nog eens kleinkinderen zeg, kan ik zeggen van, ik weet niet wat het gedaan heeft, maar ik heb mijn best gedaan, zeg maar. Toen Chantal Velbrief na een succesvolle crowdfunding eindelijk haar katcafé in de Leidse Haarlemmerstraat kon openen, sloeg al snel het noodlot toe. Ik was net 2,5 maand open, toen kwam de eerste lockdown en ik kreeg ook geen steun van de overheid, want ik had geen cijfers om te laten zien. Ik heb heel veel gehad aan degenen die al gedoneerd hadden. Ik heb vrij snel met een vriend hebben een webshop in de lucht gebracht eigenlijk. Dus heel veel mensen die daar ook op gingen bestellen. En mijn huurbaas die was vrij snel dat ik maar de helft hoefde te betalen en de helft kwijtgescholden werd. En ik heb nog een tijdje in de zorg gewerkt, dus ik dacht ik moet mezelf salaris kunnen blijven betalen. En toen zijn we er toch doorheen gekomen, ja. En ook de locatie achter in de Haarlemmerstraat was niet ideaal, maar bleek toch in haar voordeel te werken. Er zitten hier allemaal onwijs leuke ondernemers om me heen. Dus ik merk wel dat het hier wel dat het wel veranderd is. Dat het wel drukker is geworden. Je merkt ook dat het dus uitwisselt. Dus de mensen die voor de gala jurken komen, die denken, oh, wat leuk, een kattencafé. En we hebben hier ook een bloemenzaak zitten. En dus dat werkt gewoon heel leuk met elkaar samen. Naast de horeca is er nog een belangrijke verantwoordelijkheid, namelijk de verzorging van de katten. Elke dag moet hier natuurlijk iemand zijn. Het is geen normale horeca waar je de deur dicht doet en de volgende dag weer zo aantreft. Dus er zit sowieso een goed beveiligingssysteem op. Dat als we hier 's avonds niet zijn en er breekt brand uit, dat het gelijk naar de meldkamer gaat. Dus dat is wel gewoon een veilig idee. Maar inderdaad, het is alleen niet te doen. Nee, je staat hier altijd wel minimaal met z'n 2 en soms met z'n 3. Het katcafé zit nu in beter vaarwater. En Velbrief kijkt inmiddels weer uit naar de toekomst. Ik vind het wel heel leuk om bijvoorbeeld een pand te krijgen met een binnentuintje. Ik weet niet of dat heel realistisch is, maar voorlopig is dit gewoon een onwijs
onwijs leuk pand. De ruimte is gewoon groot genoeg. Ik zou wel in de toekomst misschien iets meer willen doen met samenwerking met andere ondernemers. Ik heb in het verleden bijvoorbeeld wel eens een bingo-avond gegeven. Nou, dat soort dingen zou ik wel meer willen. Ja, dus samenwerking eigenlijk. En dan de ruimte nog beter benutten. Donderdag was Wereld Alzheimerdag. Op deze dag wordt landelijk extra aandacht gevraagd voor dementie. De leider dorpse Willem Holleman, directeur van Marta Flora Dementiezorg, gebruikt deze dag om aandacht te vragen voor een veel voorkomend probleem. Hij ziet namelijk dat mensen met dementie en hun naasten vaak in schrijdende situaties terechtkomen. Het zijn dan dochters die voor en na en links en rechts van hun werk de mantelzorg op zich nemen. Dat is op een gegeven moment ook niet meer te houden. En dan moet er buurtzorg of thuiszorg ingevlogen worden. Totdat dat niet meer houdt. En op dat moment gaan mensen zoeken. En vanaf dat moment is het in veel gevallen te laat om nog iets te vinden wat naar de wens is van de familie en van de bewoner zelf. Maar in zo'n schrijnende situatie, dan is er 24 uur nabijheid nodig. Mensen hebben continu aandacht nodig. Het is een progressief ziektebeeld. Dan gaat het echt niet meer. En dan moet de man of vrouw of de dochter of zoon continu aanwezig zijn 24 uur per dag. En dat is gewoonweg niet vol te houden. De gevolgen van dit soort situaties zijn groot. Zowel voor de cliënten als de zorgverleners zelf. Opeens moeten ze het huis uit. Je ziet heel veel onrust. Familie zijn eigenlijk al te moe om te verhuizen en alles op die manier neer te zetten. Ook wij moeten dan met deze mensen die zo ontzettend verdrietig zijn, boos zijn, moeten wij ook weer neerzetten. Zoals wij het graag zien, dat ze weer gelukkig zijn bij ons in huis. Om de laatste levensjaren van de cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen, roept Holleman op om op tijd in actie te komen. Op het moment dat de diagnose Alzheimer of een vorm van dementie wordt gesteld, ga op zoek. Ben het voor. Als je een huis gaat zoeken, dan ga je ook niet in één nacht ijs overheen. Doe er gewoon een half jaar over, doe er een jaar over, maar kijk wat er in de wereld te koop is, wat goed voelt en stem daar je keuze op af. Ook geeft Holleman enkele tips om het proces van verhuizen zo prettig en rustig mogelijk te laten verlopen. Steek niet je kop in het zand, maar ga actief op zoek. Ben actief op het ziektebeeld, ben actief in je familie. Ga om je heen, kijk om je heen en volg je hart. Dat is eigenlijk mijn enige beste tip die ik kan geven. Volg je hart, doe wat goed voelt en dan komt het vanzelf, kom je op de juiste plek terecht. De zorgverleners zelf zien een grote verandering plaatsvinden zodra de verhuizing eenmaal achter de rug is. Nou, je ziet hier mensen binnenkomen die dan vermagerd zijn. Zorgmeiden willen niet gewassen worden. Hebben een heel klein netwerk van mensen om zich heen. Dus zijn heel eenzaam en zitten in isolement. En als ze hier dan een tijdje wonen, dan zie je gewoon andere mensen. Ze komen aan, ze zijn weer blij. En je ziet familie ook weer blij worden. Ze zijn weer het kind van degene die hier woont. En wij nemen de zorgen op ons. De eerste mensen gaan naar binnen in de wagen om zich in te schrijven voor haring en wittebrood. Maar ze zijn niet de enige, want tot achter, bijna bij het raap, bij het galgenwater moet ik zeggen, daar staan de mensen in de rij. Allemaal voor die gratis haring, dat gratis witte brood en niet te vergeten de hutspotmaaltijd. 2 oktober 's avonds hutspot, 3 oktober 's ochtends haring en witte brood ophalen en voor wie het wil ook het meteen al opeten. Het is voor heel veel mensen een traditie waarmee Leiden Ontzet echt begint. Maar dit jaar is er ook een nieuwe traditie, want de 3 oktober vereniging heeft iets nieuws. Ze hebben een speciale 3 oktober spaarpot. En vanmiddag werd die eerste spaarpot uitgereikt aan burgemeester Peter van der Velde. Burgemeester, u heeft iets bijzonders gekregen van de 3 oktober vereniging. Wel een prachtige spaarpot en daar ben ik blij mee. Wat gaat u met die spaarpot doen? Ik ga sparen voor volgend jaar en dan hoop ik zeker het mooie feest te bezoeken, gewoon als gast. Ja, want u kunt een jaar sparen. Volgend jaar met Leiden Ontzet bent u geen burgemeester van Leiden meer. Nee, maar dan kom ik gewoon als bezoeker. En dan hoop ik dat ik welkom ben met dit grote feest. En ik verheug me nu al op het feest van vanmiddag. Nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen die spaarpot echt gaan gebruiken. Want ja, ik pin altijd op 3 oktober. Ik ga eens even kijken hoe de stemming in de rij is. Ja, dames, jullie zijn er wel echt helemaal op gekleed. Paraplu en je hebt zelfs 3 oktober vlechten. Ja, altijd. Helemaal geweldig. Oh, dat is toch geweldig hier in Leiden. Waarom ga je in de rij staan voor gratis haring en witbrood? Dat kan je toch ook gewoon in de supermarkt halen? Nee, joh, dat is traditie. Alleen ik eet geen haring, maar wel dat brood. Maar het is gewoon traditie. Dat doe ik al jaren. Ja.
En de hutspotmaaltijd? Ja, ook. Overal gaan we naartoe met z'n allen. Ja. Ja. Dan hebben ze dit jaar iets nieuws, hè? De 3 oktober spaarpot. Heb je hem al gezien? Ja, ik heb hem wel gezien. Hij is onwijs gaaf. Nou, die moeten we even kopen. En ga dan ook het hele jaar sparen? Wel, nee joh, ik heb geld zat. Ben je daar al helemaal klaar voor? Ja, zeker. Wat is er nou zo leuk aan om met de heel Leiden in de rij te staan? Ja, voor 3 oktober doe je dat gewoon. Dat hoort erbij. Traditie, gezellig, toch? En vind je het ook lekker? Heerlijk. Haring en witbrood? Ja, zeker. Ja. En nou heb ik me laten vertellen dat sommige Leidenaren een beetje jokken als ze het invullen. Dat ze doen alsof ze met meer mensen zijn dan dat ze echt zijn. Heb je dat ook wel eens gedaan? Nee, heb ik nog nooit gedaan. Nee. Wij zijn al met heel veel. Dus dan hoefde ik niet te doen, toch? Nee. Nou ja, ik hoop dat het droog blijft, want ja. Je moet nog even in de rij staan. Ik moet nog even in de rij, ja. Maar het komt goed, toch? En daarna naar Minerva om een biertje te halen en een haringkie te eten. Alvast. Dankjewel. Zo, dames, jullie zijn er ook klaar voor. Ja, dolle boel hier in de regen, dan mag de pret niet drukken. Zeker niet, zeker niet, zeker niet. Wat vond je er nou van dat de geuzenintocht niet doorgegaan is? Ja, heel jammer. Eindelijk eens een keer daar naartoe en nou is dit er niet. Gaat het wel door als de geuzen niet naar Leiden komen? Tuurlijk, altijd. Altijd. Zou niet weten waarom het niet door zou gaan. Ja, omdat ze Leiden moeten bevrijden, toch? Ja, ook dat. Maar we zijn toch al bevrijd of niet? Ja, dat is ook wel waar. Hey, hoe ziet jouw 3 oktoberviering eruit? Ga je aan alles meedoen? Niet aan alles, maar wel veel. Vertel. Ja, haringen witte brood halen, 's ochtends vroeg. Ravijn doen we niet. Nee. Daarna gaan we eerst alles schoonmaken zelf thuis. En daarna gaan we weer terug naar de optocht kijken. En daarna weer verder de kermis over en kijken waar het gezellig is. Maakt het uit dat het regent? Nee, nee, nee. Paraplu, hè? Mevrouw, gaat het nog? Ja hoor. U staat nog wel even in de rij, hoor. Ja, dat weet ik. Dat is ieder jaar, hè. Vaste prik. Maar dat hoort er ook bij. Het is de langste rij van Nederland. Ja. Je moet het leuk vinden. Wat is er leuk aan? Dat ze elkaar allemaal herkennen en veel te vertellen hebben. Alsof ze elkaar nooit zien. We hebben nu nog steeds, dankzij hem, dat we 365 dagen hebben in onze kalender. Dat we juli nog steeds naar hem noemen. Hij was de eerste in het Westen die zijn portret op munten sloeg. Dat Willem-Alexander op munten slaat, gaat eigenlijk tot die traditie terug. Maar hij was ook, en dat is de keerzijde van Caesar, de man die de term dictator, zoals we die nu gebruikten, echt de invulling gaf zoals die is. Dus echt de alleenheerser. En hij is de man die zelf claimde dat hij in de Lage Landen 430.000 Germanen had uitgeroeid. Compleet met vrouwen en kinderen. Voor de tentoonstelling over Julius Caesar in het Hartmuseum Amsterdam schreef Leidenaar Tom Buitendorp een nieuw boek met wandeltochten door Leiden en gebieden in Nederland waar Caesar is geweest. Lezers kunnen in het boek echt op pad gaan met Caesar. Dus ze kunnen enerzijds in het museum kijken van hoe zag Caesar eruit. Maar ze kunnen ook echt gaan wandelen in heel vaak hele mooie natuurgebieden. Dat maakt Caesar veel dichterbij dan vroeger. Tot voor kort was het iemand die uit Rome kwam en ver weg. Maar hij is dus eigenlijk ook heel dichtbij. De tijdgenoten zeggen ook wel dat hij ook in het noorden vocht omdat hij goud nodig had om zijn schulden af te lossen. En het aardige is dat we zien dat de gouden muntslag in dit gebied door de lokale bevolking inderdaad stopt als Caesar weg is. En hier op de expositie ligt ook een gouden munt die door Caesar is geslagen en waarvan onderzoekers zeggen dat hij waarschijnlijk is geslagen uit het goud wat hij hier uit het noorden heeft meegenomen. En hij heeft heel veel van die munten geslagen. Van 22 september tot en met 8 oktober zijn de landelijke bodemdierendagen. In deze tijd gaan duizenden mensen in het hele land op zoek naar de kruipdiertjes die net boven of onder de grond leven. Dit jaar wordt bij het Milieu-Educatief Centrum in Leiderdorp ook gezocht naar de diertjes. Ja, dat zijn zelfs de landelijke bodemdierendagen over de zoveelste keer. Maar ik vind het zo leuk als er echt heel veel mensen uit Leiderdorp ook mee gaan doen. Dus daarom gingen we precies in die dagen een activiteit op zondagmiddag organiseren. En dat is aanstaande zondag. Bodemdieren zijn onmisbaar voor een gezonde bodem, dus ook voor de mens. Eigenlijk zorgen die voor alles wat er boven de grond gebeurt. Maar die zien wij niet, dus we denken, goh, die plant die doet het goed. Maar eigenlijk doet die plant het goed omdat er onder de grond een heel legertje bezig is om die voedingsstoffen vrij te maken. Als er heel veel bladeren zijn, dan gaan ze dat weer opeten en verteren, vooral de kleine bacteriën en schimmels. En dan gaat die plant het weer goed doen.
Dus we kunnen wel denken dat het boven de grond is van het is goed, maar dat is dankzij de ondergrond. En die is gewoon weinig zichtbaar en die maken we dus zichtbaar, onder andere in deze dagen, maar het liefst het hele jaar. De diertjes opsporen gaat vrij makkelijk. Vaak vinden ze het lekker onder zo'n stukje hout en maken ze tunneltjes. En we gaan ze even optillen, kijken of er wat te zien is. Allemaal houtsnippers. Oh, kijk, zie je de tunnels? Oh, en een mierennest. Maar dit zijn volgens mij tunnels van veenmollen, deze grote tunnels. Met deze dagen wil men aandacht vragen voor de bodemdieren. Omdat je dan weet van welke vind ik. En ze hebben er 10 uitgekozen. Kijk, deze die staat op de website. Als je er dan die vindt, dan geef je dat door. En zo hebben ze dan uiteindelijk ook resultaten. Dan kun je zeggen, staan die er voor mij op? Want ik had 10 wegenwormen en 2000 poten. En dan ga je weer terugzoeken. En misschien denk je, wow, die andere mensen hebben meer. Dus er zit altijd een stukje monitoring met een doel achter. Liefhebbers kunnen dus aankomende zondag meezoeken naar de bodemdieren bij het Milieu Educatief Centrum in Leiderdorp. Nou, het is op zondagmiddag en dan ontvangen we wel heel vaak ouders met kinderen. Want die weten dat kinderen het leuk vinden om te ontdekken. En ik hoop dus dat ik de volwassenen dan ook wel een beetje kan aanspreken op hoe ziet het bij jou in je tuin eruit. Maar heb je geen kinderen bij, heel erg welkom, want we zijn er gewoon voor jong en oud.